Beste kijkers, bij ons staat Wouter Hessels, professor in de filmgeschiedenis. Die gaat vanavond hier in het Parksken in Mortsel de film The Kid introduceren. Professor, wat mogen wij van u verwachten qua introductie? Wat u van mij mag verwachten is natuurlijk een focus op dat komisch genie dat Charlie Chaplin was. Eerst in het theater en vervolgens, als hij zijn eerste stappen heeft gezet, op het witte doek vanaf 1914. En het gaat een beetje over zijn speelstijl, zijn mimiek, zijn gestiek spreken en zijn eerste films die hij gemaakt heeft in het beginnende Hollywood anno 1914. Hij heeft dus United Artists zelf opgericht in 1914. De film The Kid dateert uit 1921. Het is nog altijd een stomme film. Het begrip stomme film, is dat niet wat oneerbiedig tegenwoordig? In het Engels spreekt men van silent movie. Maar mag men nog altijd stomme film gebruiken? Men mag stomme film zeggen, maar ik gebruik altijd stille film. Chaplin heeft inderdaad United Artists opgericht, maar dat was in 1919. Om juist zijn artistieke vrijheid te vrijwaren samen met zijn collega's tegen de macht van de studio's en de studioheads ook al in die tijd, het einde van de jaren 10, wanneer Hollywood al een eerste glorieperiode meemaakte. Nu, het geheel wordt vanavond muzikaal ondersteund, zoals dat destijds, zoveel jaren geleden, met de stomme film in de stomme cinema, zal ik maar zeggen, gebeurde. Bij ons hebben wij ook Hilde Nasch staan. Zij is pianiste en zij gaat die film vanavond muzikaal ondersteunen. Hilde, hoe ga jij dat doen eigenlijk? Ik ga vrij improviseren. Dat is eigenlijk zoals componeren. Het enige verschil is, bij een compositie wordt alles uitgeschreven. Bij de improvisatie doen we dat niet. Dus het ligt niet allemaal vast wat ik ga spelen, maar het ontstaat ter plekke. Het hangt dus een beetje van de gemoedsgesteldheid af. Jij kijkt tegelijk ook naar de film en dan ga je in functie van wat je ziet muziek spelen. Ja, ik sta ten dienste van de film. Dus het is een evenwicht zoeken tussen het beeld en de klank, dat ik mezelf ook niet op de voorgrond zet, dat ik ten dienste sta van de film. Doe jij zoiets meermaals? Want ik neem aan dat jij een professionele muziektherapeute of muzieklerares bent. Doe jij dit nogal eens? Ja, ik ben muziektherapeute en als muziektherapeut improviseer je ook heel de tijd. In een ander kader weliswaar. Professor, naast Charlie Chaplin speelt ook een kleine jongen mee die de rol van de kid speelt. Charlie Chaplin is de tramp, de zwerver. En die kleine jongen, hij ontfermt zich over die kleine arme jongen. Kan je over die kid iets meer zeggen? Wel, de kid is eigenlijk Jackie Coogan. En Jackie Coogan was als hele kleine jongen stond hij op de planken in wat men noemde de vaudeville. En daar heeft Chaplin hem ontdekt. En gaat hij ook zijn eerste grote rol spelen als zesjarige jongen in The Kid. En hij is echt het eerste kindsterretje uit Hollywood. De avond wordt georganiseerd door Bib Quintet. Dat is een coalitie, zal ik maar zeggen, van een aantal lokale bibliotheken. Kan u daar iets meer over zeggen? Wel, ik vind het een fantastisch project, een fantastische organisatie. Het gaat hier ook uitverkocht zijn. Dat is niet met alle lezingen die ik geef het geval. Dus ik ben zeer opgetogen. Ook Hilde en ik hebben al vaak samen opgetreden in Cinema Zuid, in Cinemathek in Brussel. En dat Bib Quintet is die samenwerking van vijftal bibliotheken in en rond Mortsel. De zaal loopt intussen lekker vol. Ik denk dat we stilaan positie moeten innemen en dat u zich naar voren mag begeven voor de introductie. En hetzelfde geldt voor Hilde. Ja, dat gaan we doen, hè. We wensen u heel veel succes. Dank u wel. Dank u. American Dream waarmaken. Hij is, laat ons zeggen, niemendal. Hij is in de goot geboren en grootgebracht. Maar hij gaat de best betaalde ster worden in het Hollywood van de jaren 10 en 20. Maar hij treedt daarop in Philadelphia onder meer en hij krijgt een telegram toegestuurd dat hij naar New York moet komen.